Het voelt gewoon zo raar om na zo'n lange tijd weer te kunnen zeggen: yo mensen, welkom bij vandaag weer een nieuwe video. En vandaag is het weer een nieuwe aflevering van Magic Morata. Afleveringetje 7, zoals elke week een nieuwe aflevering online. De vorige aflevering kwam online op 24 december. Toen was het kerst. Dus je zou in theorie kunnen zeggen dat het even geleden is. Maar vandaag zijn we er weer en sindsdien heeft Morata een upgradeje. Come on! 87 Alvaro Morata. Gewoon goed. Hier zie je het team en sinds de vorige aflevering zijn er een paar kleine dingen gebeurd. Ergens in die twee maanden tussen aflevering 6 en aflevering 7 heb ik besloten om op te nemen voor Magic Morata. Die video zijn sommige delen van weg. Die video kan ik niet meer uploaden. Maar ik heb er wel potjes gespeeld, ik heb er wel goals gemaakt, ik heb er wel spelers geüpgrade. Want zoals jullie zien, we hebben hier 13 punten in divisie 8. Hier zie je de laatste drie wedstrijden. En deze drie wedstrijden zijn nooit online gekomen. 4-2, 3-0 en 3-3. Heb ik wel een paar kleine beelden van. En die beelden ga je nu zien. Erin koppen, tuurlijk! Oh ja, het zit erin! Morata, longshot. Kom maar. Oh mijn god, een goal. Ja, fucking hell. Ik heb een groeten. Dank u. Prima zeg. 4-1. Kom on, daar is hij dan. Ja, kopen. Kopen die handel. Bellerin, gaan we mee pakken, tuurlijk. Dus ja, we hebben in totaal 7 punten meer dan de vorige aflevering. Vorige aflevering stonden we op 6 punten. Nu dus op 13. We kunnen kampioen worden. En dus hebben we ook Bellerin hier op rechtsback, waardoor we nu een volledig goud team hebben. Bellerin, goede speler, goede rechtsback. Gewoon een heel lekker spelletje gewoon. En dus vandaag gaan we voor het eerst in tijden weer aan de slag. Morata 87. Kijken of we verschil kunnen merken. We gaan ermee aan de slag, mensen. Doe even een klein duimpje omhoog. Vanaf nu wil ik gewoon weer veel gaan uploaden. Veel Magic Morata, veel andere video's. Jullie hebben al gezien. Afgelopen dinsdag is er een video met Mark samen online gekomen bij de Toto KNVB Bekerbus. Ga die video zeker even checken. Dit is namelijk gewoon een topvideo. Zie je hier dat i'tje? Als je daar nou op klikt, kan je dan het videootje bekijken. Is een topvideo. Moet je zeker checken. Als je denkt dat i'tje, heb ik een hekel aan, kan je ook in de beschrijving kijken naar een linkje. En mensen, als we dus dit potje winnen, zijn we gewoon kampioen. En dan mogen we een oranje balletje pakken. Dat zou ik top vinden. Ik moet wel zeggen, het is inmiddels een maand geleden dat ik FIFA heb gespeeld. Dus ik heb al een tijdje geen ritme meer. Dus ik kan even in moeten komen. Dus het eerste potje zou dus fout kunnen gaan tegen Daluya. Maar goed, mochten we verliezen, is helemaal niet zo heel erg. We gaan gewoon twee lekkere potjes spelen deze aflevering. Gewoon even weer een beetje in de flow komen. Vandaag moet je het een beetje zien als een, ja, weer een inkom. De warming-up van een nieuwe periode Magic Morata. Met veel hoogtepunten en glorietijden. Dus vandaag even een klein inkom afleveringetje. Niet mezelf te hoge druk opleggen. Gewoon kijken hoe het gaat. Als we verliezen is het ook niet erg. Wel een beetje erg, maar gewoon niet heel erg. Gewoon weer een beetje in de flow komen, snap je wel? En vergeet vooral niet genoeg te drinken, mensen. Ook in de koude tijden. Drinken is belangrijk. We hebben hier een goed team. Willian, Mané, Firmino, Kanté zie ik daar. Die chemistry houdt niet over. Sanchez, Koke, Jiménez, Godin, Alderweireld, Tsjech. Het is helemaal geen slecht team, hoor. Geen slecht team. Dit is nou precies zo'n team waar Morata er fucking veel tegen gaat scoren. Lekker zeg, zin in. Morata, kom op. Mensen, we gaan het meemaken. Come on. Na twee maanden weer terug Magic Morata. Dit is goed hoor. Dit is goed zeg. Zij komt op zoek hier. Boom. Komt die Willian. Waar is Morata? Hier. Morata. Boom. 4 minuten bezig. Come on. Dit is lekker zeg. Morata goal. Wat een wereldgoal zeg. Wat een wereld. Come on. Een maand geen potje FIFA spelen. En dan de eerste goal die je maakt na 4 minuten alweer. Werelds. Werelds. Die Willian. Goede actie trouwens. Voorzetje. En Morata dan is het zeker hangen. Zeker hangen. Kom maar. Mooi dit. Mooi dit. Martial. Mooie bal. Oh, wat lekker. Oh, wat is dit lekker zeg. Sigurdsson. Goeie bal dit. Het is geen Morata, maar ja, het is wel gewoon weer een ongelooflijk lekker heerlijk goaltje van Gylfi Sigurdsson. Ik was eigenlijk al vergeten dat ik hem in mijn team had, maar goed. Ik zit trouwens heel laag, mensen. Zien jullie dat? Ik ga even wat omhoog. Kijk, dit is beter. Oh, ik heb de bal gewoon. Goeie paas. Hij is Morata. Penalty. Ja, dank u. Kom on, penalty. Gratis goaltje. Gratis goal. Deze gaan we even scoren met Morata. En dan is het gewoon 3-0. Is het over en uit. Hebben we die pack binnen. Deze er even injassen. Door het midden gewoon. Fucking hell. Come on. Heerlijke goal. Ik speel gewoon heerlijk, mensen. Ik speel fucking goed. Tweede van de wedstrijd. Hij stond nog op 1. Dus nu is de derde goal binnen. Voor die pack. We worden gek. Oh nee. Nee, kom op Kael. Tegenover Mané. Nee, Kael. Kom op Kael. Nee. Gomez. Fucking hell, countertje. Ik neem die hoekschop, hij komt eruit met Mané. Ja, die Keio was gewoon hartstikke kansloos. Die is hartstikke kansloos, die Keio. Mané, ja. Al flink snel hoor, die gozer. Die kan echt wel even rennen. Ja, 3-1. Wordt echt gereed. Tenminste, het is niet heel prettig, maar het is ook niet zo dat ik dan denk van, oh, wat kut of zo. Het is rust, 3-1 voor. We hebben de twee goals van Morata binnen. We gaan even doorpushen natuurlijk, Morata wereldspeler. Prima. Nou eruit. Steken. Kom op, Morata. Kom op. Tuurlijk, Morata. Tuurlijk.
Nou, klein chippy. Boom. Oh, wat een wereldgoal. Wat een wereldgoal. Oh, dit is goed. Wat een wereldgoal. Morata is zo ongelooflijk. Ik hou zo van die gozer. Tsjech. Koek, koek. Kansloze bende. Oh. Nog steeds. Oh. En weggetikt. Wereldgoals. Wereldgoals. Absolute wereldgoals, mensen. Hier is niks tegen te doen. Want de Milan Master is helemaal los. Wat een ongelooflijke wereldgoals. Dit is gewoon toppie, hoor. Dit is lekker. Dit is lekker, zeg. Dit is lekker. Hier is gewoon absoluut niks tegen te doen. Geen enkele verdediger is hier tegen opgewassen. En nu dus alweer 4 goals voor die Morata. Dus, nog 1 erbij en hebben we 2 packs. En penalty. Ja, het is echt een penalty. Oh, nee, buiten spel. Fuck. Waar is Morata? Bij de tweede paal zeker. Morata hier. Boom. Oh, Morata niet voor het doel. Nu wel hier, heel veel ruimte. Morata erin leggen. Tuurlijk! Kom aan! Wereldgoal. 6-1. 87 minuten, pakken we hem toch nog even mee. De 5e goal van Morata. En dus mogen we 2 packs openen. Daarnaast zijn we natuurlijk gewonnen. Mogen we daar een balletje voor pakken. En we zijn kampioen. Oftewel, dit worden gewoon, ik denk, Messi, Ronaldo en Team of the Year Suarez. Kampioenen! Kampioenen! 5-1-1. Gewoon een prima score. Prima score. Het is natuurlijk wel nog divisie 8. We gaan nu naar divisie 7. En daar wordt het een heel ander verhaal. Maar voor nu beginnen we met 2 packs openen. Gewoon 2 hele normale, hele standaard packies. Er komt de eerste aan. We gaan eens even kijken. Wat zit hierin? Ik hoop even op een messietje. Een paar borden. Geen borden. 1 zeldzame flair. Wat hebben we hier dan? We hebben hier de volgende. We hebben hier... Adriano. Super chill. Super chill is dat. Vincent Janssen. En pack numero 2. Wat hebben we hier? Kom maar even door met die Messi. Kom op. Kom op. No rares. Come on. Ziek. Chill. Kabul is nog wel redelijk. Oké, we mogen 2 balletjes pakken. Komt ie aan. De grote doos, de grote emmer. We klikken hem even open. En dan gaan we hier dus 2 balletjes pakken. Ik hoop op een oranje en een gele. Nee, 2 oranje. Pak dus 1 gele erbij, prima. Geen idee, ze zitten allemaal hermetisch afgesloten zoals jullie zien. Ze zijn normaal hartstikke dicht. Ik heb trouwens mensen, ik heb hier een wondje. Zie je dat? Hier? Interessant, hè? Ik heb hier dus 2 balletjes. Die gaan we even openmaken. Hier zitten hier 2 leuke prijsjes in. En ik heb werkelijk maar geen idee. We beginnen met deze. Klik. Oké. Gaan we zitten op een gouden speler naar keuze van maximaal 10.000 muntjes. Koekoek! Lekker! 10k voor een gouden speler. Daar kun je best wel wat van kopen. Daar kun je oprecht serieus een hele goede speler van kopen. Dit balletje dan. Klik. Open. Ah, ziek chill. Nog een keer. Ziek chill. We mogen weer 2 normale gouden packs openen. Supergoed. Supergoed. Nou, daar beginnen we mee. Even kijken. We mogen nog 2 van deze packs. Dit is echt hartstikke zonde van je coins, want hier krijg je nooit wat in. Hier krijg je echt nooit wat in. 1 zeldzame. Eigenlijk best wel een kutprijs. 2 van die gouden packs. Daar heb je niks in. Echt helemaal niks. Wat hebben we hier? Walcott. Nou, best aardig nog. We hebben natuurlijk wel Willian, dus we hebben Willian niet als een Walcott. Gaan we natuurlijk nooit doen. Nou, de laatste dan. 4 packs geopend. Onze beste tot nu toe is Walcott. Gaan we even meemaken. Wat hebben we hierin? Kop. Weer geen zeldzame. Super ziek en chill. Fantastische packs, hoor. Heerlijk. Gerard, wat lekker. Dario Svitanic. Oké, dat waren de packs. En we mogen dus 1 speler kopen van 10k. Dat is gewoon super chill. We gaan eens even kijken wat we nodig hebben. Wat hebben we nou nodig? We hebben nog een goede BPL linksback nodig. Een goede BPL, ja, dat lijkt me eigenlijk het meest logisch, hè. Of een goede middenvelder. Een linksback, ja, een linksback voor 10k. Wat ga je voor linksback kunnen kopen? 8,5k, dat is de goedkoopste. 84 Ederson, die gaan we kopen. Prima, in ons teampie. Ederson, welkom. Eigenlijk een goede keeper. We hebben eigenlijk altijd wel kutkeepers gehad. Wat een Gomez, wat op een gegeven moment hadden we nog die Spanjaard. Ik weet niet eens hoe die heette. Oh, jawel. Roble. Maar nu dus, Ederson hier, 84, blij mee. Goed team, we gaan gewoon nog een potje spelen. Oké, eens even kijken, wat komen we tegen in divisie 7? We hebben hier een ongekend goed team. Frans, Bundesliga, BPL. Morata, doen! Boom! Oh, goeie save. Lenootje. Bellerin, dit is goed. Dit is goed, Bellerin. Doorpushen. Morata voor het doel. Morata, kom maar. Morata, kom op, Morata. Yes, lekker. 1-0, Morata, come on. Goeie goal. Goeie goal, zeg. Lekker. Hij verdedigt goed, hij is aanvallend goed. Hier 1 keer die ruimte in Bellerin en die voorzet. En Morata is zo dodelijk in die kopballen. Heerlijk, zeg, Gerard. Wat lekker. Fuck, nee. Oh, lekker, zeg. Fuck. Goed opgepikt. Schieten. Goeie goal, zeg. Sigurdsson. Hoho. Oké. 2-0 voor. We spelen echt helemaal niet heel goed. Die gozer speelt maar helemaal weg. Maar hier een schot van Sigurdsson. Die Leno, die pakt hem gewoon niet. Oké. Bijzonder. 2-0 voor. Prima.
Oh, joh, echt hoor, echt. Oh, oh nee. Nee, fucking hell. Oh. Ah, kut. Kut. 2-1. Yo, man. Dit is heel slecht verdedigd gewoon. Dit is gewoon heel slecht verdedigd. Als gewoon echt als een mes door de boter ging die. Hoi. Oh, wat een goede goal, zeg. Wat een ongelooflijk goede goal. Ki Sung Yang. Oké, goede goal. Hij ziet hem er heel lekker in. Dit is hartstikke prima. Ik dacht misschien Fabregas zou zijn of zo, maar hij ziet hem er echt ongelooflijk lekker in. Ki Sung Yang. Goeie goal, zeg. Winkelhaakje, hallo. Kom op, keeltje. Oh, en weg is hij. Ja, olé. Keo, even de ballenbak in. Aspie, beta longshot. Aspie, boom. Oh, wat is dit dan? Wat is dit dan? Die valt er gewoon in. Oi, 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 wat is dit? Een ongelooflijk rare goal, zeg. Die valt er gewoon in, zeg. Die valt er gewoon in. Klaar. Come on. 4-2. Appeltje eitje. Lekker, zeg. We mogen één normaal balletje pakken. En hoe vaak heeft Morata gescoord? Niet zo vaak, volgens mij. Volgens mij maar één keer of zo. Dus even kijken. Morata, ja, maar één goal. Bizar, hoor. Het waren sowieso hele rare goals. Die van Aspilicueta, het raarste. Die van Sigurdsson vond ik raar. Die van Ki Sung Yang was heel goed. Hartstikke lekker. 3 puntjes. Prima. Daar gaan we. We mogen 1 geel balletje pakken. Gaan we eens even kijken. Wat ziet er allemaal leuk uit? Ja, ik heb geen idee. Ik pak deze. Oké. 1 geel balletje. Deze stuk hier. Prima. 1 geel balletje. We gaan eens even kijken. Deze klikken we open. We pakken er een briefje uit. We gaan het even bekijken. Wat hebben we hier? Oh, eens even! Dit is niet slecht. Gefeliciteerd. Koop de eerste gouden inform op de markt. Maximaal 50.000 muntjes. Dit is heel lekker. Dit is heel lekker. Oké, okay, mensen gaan het meemaken. De eerste gouden inform op de markt. Van wat is het? Maximaal 50.000, hè? Oh, blijf eens hier. De eerste maximaal 50.000. Oké, we gaan het meemaken. Dus geen man of the matches, geen team of the year. Het gaat echt puur om die informs, de zwart-gouden kaarten. We gaan kijken. 3, 2, 1, go. Batshuayi, come on! Dit is lekker, zeg. Is het eigenlijk lekker? Het is helemaal niet heel lekker, want we hebben nu Camorata aan de spits. Maar goed, Batshuayi wel een ongelooflijk heerlijke Chelsea-speler. Oké, kopen die handel. Kopen die handel, inform Michy Batshuayi. Hij speelt niet eens meer bij Chelsea. Hij speelt er niet eens meer. Maar toch, inform Michy Batshuayi. Dat is gewoon hartstikke lekker. Even kijken, hoe duur is die gozer? Niet heel duur volgens mij. Dit is ons team, mensen. Hier zijn we mee geëindigd. Ik moet zeggen, die inform Batshuayi is wel ongelooflijk lekker. Ik vind het een topspits. Ik denk dat die combinatie hier ongelooflijk goed gaat worden. De enige plek waar ik nog een beetje over twijfel is de linksbackpositie, Escudero. Maar misschien kunnen we ook wel iets van een Spaanse hoek. Dan moet Batshuayi eruit. Hier een hele goede Spaanse linksbuiten of zo. We zien het wel, mensen. Voor nu ben ik blij. Bedankt voor het kijken. Tot hopelijk snel weer, want bij mij weet je het nooit. Maar ik ga er wel vanuit. Ik ga echt mijn best voor jullie doen. Ga de video met Mark samen checken bij de beker. Tot de volgende video, mensen. En dan zeg ik van nu weer. Later.